Ja, want die moeten regenen van, ja, in jullie geval dan niet, maar normaal gesproken van raids en gewoon werken. Dan moet toch gemined worden, dan moeten dingen gemaakt worden. Klopt. Allemaal cool. Je hebt die kleine paardjes. Ja, niet Frostel in, maar die andere paardjes die daar lopen, of die vosjes. Nee, dat zijn katten. Mouse zijn katten. Ja, dat zijn ook geen dingen. Oh, die ja, die rendieren hebben twee. Ja. Twee is voldoende, hè? We hebben het over ijs. Nee, Foxicle is de frost variant. Ja. Niet te groot, gaan we. Lekker. Noem maar eens, voor de vriezer is dat genoeg.
Ik ben in de main base, zo gezegd, momenteel 21 cakes aan het maken. Ik denk, ja, die hebben jullie dadelijk toch nodig. Dan laat ik die me vastmaken. Ja, precies. En ik heb daar alles op orde wat dat betreft. Ik denk, ja, ik ben toch deel te pleiten. Dan kan ik net zo goed gewoon cakes aanzetten. Nachtoren. Daar zien we van allerlei groen. Weet niet wat dat blauw is. Geen idee. Goed, alleen dat ik bijna zonder ballen zit. Nog steeds geen drinkje gepakt. Fast travel point nog niet. Ja, en de ranges zijn ook 8 spots. Als je zo'n waterfrost pakt, zo'n penguin, ook al is die maar één, die kan allebei doen. Water heeft prio over vriezen. Eentje. Ja.
Heb je toch handmatig ergens in de kist getiefd? Want het lijkt me dat daar standaard geen pickaxe in de kist ligt. Nee, maar als er al eentje in de kist ligt en je drukt op R, is die even goed die voor jou weg. Nou, volgens mij maakt hij ook nieuwe stacks. Halen we dat, halen we dat, halen we dat? Ja! Hij is hungry, dan gaan we er maar even af. Kan hij in ieder geval even eten. Eigenlijk wel weer hungry, maar dat maakt niet uit. Ik zou willen dat je twee keer op control kon drukken dat je vogel uit de lucht viel. Dat je wat sneller kon zakken. Of je alleen Berry Farm zag. Dat is ook de belangrijkste. Dan ben ik benieuwd hoeveel ik er daar nog moet. Volgens mij zijn de laatste twee zullen ongeveer klaar zijn. Ik ben ook wel even niet meer op de basis geweest. Kun je niet beter in plaats van workslave dingen hebben? Running? Ja, maar running is stap 2, ja. Moet je. Die heb je op de main base om te transporten. Wil je juist niet de work hebben. Of hoor ik nog gek?
Wat doe jij hier bovenop, jongeman? Ben jij de zaak in de gaten aan het houden? Oh, hier staan er een paar. Dan gaan we dat eens even anders doen, hè. Recipes moet ik eigenlijk ook even uitzoeken. De laagtafel is gewoon discard. Die gebruiken we toch niet. Waar heb ik die gelaten? Oh, hierachter had ik die gelaten. Crossbow, crossbow, crossbow. Twee. Het outfit 1 en 3. 4. Band 4. Dan dit dus allemaal weg. Het geluid hangen hier door die mops zo net. Dit is weer één keer zegt, jongens. En me pakken, en me pakken. Oh ja, ik ging eerst even bij het standbeeld kijken en dan ga ik eens even wat drinken pakken. Een banner. Mooi. Hebben dat stuk ook klaar.
tweede cookingpot erbij. Kan. Nee, kan niet, want ingots. De reindeers werken daar heel goed voor. Dan heb je de frost en de gewone, net wat je nodig hebt. Ik heb meestal de frost neer, die doen toch hout hakken en af en toe als ze dan geen hout hebben, dan doen ze vriezen. Ken ik niet eens. Ik gebruik altijd graag een hok. Ja, precies. En waar hangt die uit? De desert. Oh. Nee, gewoon niet. Hetzelfde als Ragnarok. Nog kleiner, want Ragnarok is al redelijk klein. In verhouding. Ja, dat klopt. Maar ik even toe kijken hoe wat met mijn lamp mode. Greyhound for the win. Double jump. Huh.
Die was al dood. Die is er pas over een minuut of zes. Je hebt gewoon busjes in de wereld, hè. Dat klopt. Dat is de reden waarom ik hier nog steeds aan het killen ben terwijl jullie bezig zijn. Is ook misschien wel interessant. Daar zit hij. Oh, dat is reloggen. Heb ik bij singleplayer geregeld met de breeding pen gehad. Het zit vlakbij in de buurt. Nou, laten we die dan maar pakken, dan kan ik ondertussen even eten.
En klein is fijn. We gaan terug. Poesjes erop. Zo, weer een extra fast travel point. Woep, 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 pushy. Ach. Ik hoor er al wat. Zo, hallo. Nou. Doe er wel eens wat aan. Die wil ik wel hebben. Is dood. Die is ook dood. Die andere is ook dood. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sommigen zijn heel irritant. Dan moet je meer hitpoints eraf halen. Dan moet je er meer hitpoints afhalen. Dan is je dood. Dan kun je gewoon niet kappen.
Ik weet wat je bedoelt, Bas. Ik heb dat ook wel eens bij die Livmunks hebben dat in het begin ook heel erg. Ja, maar ik heb Livmunks gehad, daar heb ik gewoon 20 gele ballen op moeten gooien voordat hij erin ging. Ik denk van, wat de F? Die blijven maar even staan. Ja, hier mijnen. Maar ik had toch al een tweede cookiepot zo lang. Moet je ook een ratje daar je bal op gooien. Thank you.
kan Claude hem misschien nog wel leggen. En anders misschien nog wel wol in de eerste base. Nu check even de eerste base, misschien ligt daar nog wel wat. En Niels en zo, die zijn op. Die zijn allemaal meegegaan naar jullie basissen. Maar ja, Niels kun je bij jou maken, dat is het probleem niet. Hij is lui, dat weet je toch. Mogelijk. Ik heb er niet naar gekeken. Maar we hebben hier nog 353 klop liggen in die grote kist, niet in de zeecontainer. Hier die, ja. Dan kun je in één keer je upgrades mee doen. Oh ja, ik ging een koker bijbouwen. Ja, want Roy heeft de main base wel weer in orde nu.
Maar tot zekere hoogte heeft Pas ook wel gelijk. Je hoeft niet al de stenen allemaal helemaal achter in de basis te hebben liggen. Als je die voorin gooit en je loopt naar jouw crusher, kun je gewoon klikken, max en weg is je steen. Ongeacht waar het in de kist ligt. Precies, daarvoor heb ik die grote zeecontainer in mijn geval staan. Daar ligt eigenlijk alle drops in van reeds in dit geval. Daar ligt steen in, ligt de hout in, ligt de erts in. Dus echt waar je de hele tijd aan het verplaatsen bent of waar je heel veel van bij hebt steeds. Dan heb ik gewoon één kist staan bij de furnace. Daar doe ik mijn ingots in. Dus op het moment dat ik gesmolten heb, dat ik niet weg hoef te lopen met dat spul. Dat is gewoon hop, klik, hop in de kist. En dan heb ik één kistje met de recipes staan. Dan bewaar ik ook alleen maar de beste ervan. De rest flikker ik ook gewoon weg. Nou,